De Quote 500 is natuurlijk niet alleen maar een rijke lijst, maar vooral ook een bundeling van mooie verhalen, portretten en jongensdromen. En waar kun je nou meer dromende jongens vinden die allemaal dromen van de Quote 500 dan op Nijenrode? Zie je wat er gebeurt op de koffer? Ja, het is een klein jongetje, hè, die droomt van de Quote 500. Ja. Het gaat over jongensdromen eigenlijk. Staat er een held van jou in de Quote 500? Ja, absoluut. Voor mij op nummer 1 staat zeker Pieter Zwart. Heb jij een, in jouw geval meisjesdroom? Ja, ik vroeg me af hoe zo per se jongensdromen zouden moeten zijn. Een meisjesdroom. Nou. Als je nou één iemand uit de Quote 500 moet noemen die voor jou een echte bron van inspiratie is, wie is dat? We hebben 2-3 maanden geleden een studietrip gehad in New York. En daar hebben wij Alexander Roepers mogen ontmoeten. Ja. Een hele goede vraag. Bladeren we even door, ga eens even kijken. Toen nog, hoeveel Nijenrodianen staan dan? Nijenrodianen, ja. Wie is dan een held voor jullie? Wie inspireert jou? Ik weet eerlijk gezegd geen namen daaruit. Je weet niet één naam uit de Quote 500? Nee. Hey, en jullie wonen hier op de campus? Ja, zeker. Is het leuk? Het is hartstikke leuk. Het is wel druk. Intiem? Ja, het is gewoon, je zit met z'n allen. Je deelt een bed? Nee hoor, nee, je deelt wel een kamer. Je ziet er een beetje brak uit. Heeft dat, ja, heeft dat een verklaring? En als je een meisje mee hebt? Deur op slot. Ja, ja hoor. Daar wordt prima over overleg. Daar wordt over overleg. Ja, hoor. Of je doet een tweedejaars, dan is het, dan die hebben een episode kamer, dus dan heb je geen... Oh, zo werkt het. Nou, er was een klein weekje hier feesten, omdat de nieuwe senaat, of tenminste de voor bestuur, de heren 5, die wordt gekozen en dan hebben we de hele week gefeest. Dus. Jullie spelen hier een beetje het koor na. Het voordeel is natuurlijk dat hier wel een beetje verwende kindertjes zitten, hè? Dat je wel een rijke papa moet hebben om hier te mogen studeren. Is dat waar? Nou ja, dat is natuurlijk het vooroordeel wat vaak genoemd wordt, maar dat is absoluut niet waar. Ik heb vorig jaar in Rotterdam gestudeerd en mijn studie helaas niet gehaald. Dus ik heb het studentenleven redelijk mogelijk. Ah, dus jij bent er zo een die bij de reguliere universiteit redde je het niet en dan kon je via papa hier nog even bijspijkeren. Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee, maar nee, dat zou ik ook niet zeggen. Mooi balen dit.